Mooi is zeg. Ik heb een vraag aan jullie. Het is een gewetensvraag. Stel, ik zet jullie op een podium voor een zaal met mensen en die mag je iets vertellen over je leven. Welk emotioneel gedeelte uit je leven zou je willen vertellen? Nou, mijn vader die heeft een aantal jaar geleden een herseninfarct gehad. En die is daar heel slecht uitgekomen. En die kan niet meer praten en die is halfzijdig verlamd. En dat is wel een leermoment. Dat je als je ouder wil worden, dat je dan niet ten koste van alles oud wil worden. Dus ook als het allemaal goed met je gaat, nu moet genieten? Ja, ja van alles. Ja. Zullen we het even doen? Van deze dag. Ja. Het is hier prachtig. Ja, en wij wonen hier. Ja. Ja, jammer dat de mensen doorheen kletsen. Ik wil graag laten zien dat een kind als Elsa ook gelukkig is. Wel op een andere manier, maar wel gelukkig. Dat is een Kameroenschaap. Uit Kameroen? Ja. Man, wat is dit voor wereldboerderij hier? Ik laat gewoon lopen en actie. Het is wel ongelooflijk. Ligt hier wel een buurthuis? Kom erin. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zet de bril er maar even bij op. Ja, ik ben het. Hi, Willy. Harm. Hoi. Harm. Ga zitten, ga door. We zijn bijna klaar, hè? Wat zijn jullie aan het doen? Ja, schminken zo te zien. Ja, make-uppen, hè, voor de voorstelling. En je ziet er nou niet meteen uit als een professionele actrice zonder je tekort te doen. Dus over welke voorstelling hebben we het? De voorstelling Anders Gelukkig. Samen met mijn gehandicapte dochter. Ze heeft de hoofdrol. En waar komt het stuk vandaan? Nou, het is een beetje begonnen. Ik wil graag laten zien dat een kind als Elsa ook gelukkig is. Wel op een andere manier, maar wel gelukkig. Mensen vinden Elsa zielig en dat is niet zo. Klaar? Ja, denk het wel. Volgende. Hoofdrol 2. Jee. Hallo zus. Hallo. Hoe oud ben jij, Rosa? Ik ben 16. En hoe oud is je zus? 22. En dan staan jullie samen in een toneelstuk op de planken. Hoe is dat? Ik vind het wel leuk. Ja? Ja. Wat is er leuk aan? Nou, dat mensen dan haar verhaal horen. Dat... Ja, haar verhaal? Ja, nou, maar ons verhaal. Ja, maar zeg, dat zeg je wel lief, het is ook jouw verhaal. Ja. Toen jullie binnenkwamen, hebben jullie vast Elsa zien zitten. Elsa is wel 22, maar ze functioneert op het niveau van een baby van 4 maanden. En als je dan misschien nu denkt, het is toch wel zielig, ze kan eigenlijk niks. Dan is dat een vooroordeel dat ik hoop vanavond weg te nemen. Misschien een mooi moment om even in te breken. Ik heb heel goed geluisterd. Je zei net, je kan aan Elsa zien of ze dit op dit moment leuk vindt of niet. Ja. Hoe kan ik dat nu zien bijvoorbeeld? Nou, je kunt aan haar gezicht kun je zien. Ze ziet er vrij ontspannen uit. Mm-hmm. En bijvoorbeeld ook aan haar handen. Want ja? Als ze iets niet leuk vindt... Mag ik ook gewoon aan de handen ja, zitten? Ja, zeker wel. Hallo, ben je niet zo ontspannen? Ontspannen. Ja. Ja. Zo. Ja. Ja. Wat is er precies met Elsa? Elsa is gezond geboren. En ze is in de eerste week na de geboorte waarschijnlijk besmet met een herpesvirus. Koortsblaren. Ze is na een week heel erg ziek geworden. Ja. Dus toch maar weer naar het ziekenhuis. En is de kinderarts was enigszins in paniek toen we daar kwamen. En ze moest dus naar Nijmegen, naar het Radboud ziekenhuis. Want ze had heel ernstige epileptische aanvallen. Met loeiende sirenes? Nou, met de helikopter. Elsa ging snel achteruit.
en er ontstonden allerlei complicaties. Het probleem was zelfs zo groot dat wij, mijn man en ik, bedachten van ja, dit heeft eigenlijk geen zin. Nadat we allerlei gesprekken gevoerd hadden met de arts, kwamen we tot de conclusie dat het leven voor Elsa eigenlijk geen zin had. Voor haarzelf niet, maar voor ons ook niet. En, maar dan heb je een probleem. 22 jaar geleden was het beleid dat er geen actieve euthanasie toegepast kon worden. Nee. Wel passieve euthanasie. Dat houdt dan in dat je de behandeling stopzet. Ja. Dus in overleg met die arts is de beademing stopgezet waar ze toen nog aan lag. Jullie hebben echt de beslissing toegenomen. Ja. Nou, ons leven met Elsa, dat ja, op dat moment was dat een goede beslissing, denk ik. Maar alleen, Elsa ging zelf ademen. Ze ging helemaal niet dood. Nee. En wij hebben dat uitgelegd alsof ze ervoor koos om toch te blijven leven. En wij waren daar heel blij mee. Dat is wel bijzonder wat je zegt nu, hè? Ja. Want nu zijn we 22 jaar later en je zegt zo tegen een volle zaal, Elsa kan niet kiezen. Ja, nou, die keus heeft ze denk ik toen toch gemaakt, ja, ja. Onbewust. Ja. Ze ging ademen zelf, dat had niemand verwacht. En wij hadden toen ook wel heel sterk het gevoel van, nou, als dit mogelijk is, is er misschien wel meer mogelijk. En was dat ook zo? Nou ja, ik denk dat dit een heel gelukkig meisje is. Ja, ik denk wel dat er een heleboel gebeurd is in die 22 jaar. Elsa woont thuis, gaat 2 dagen per week naar het dagopvang, heeft een heel team van zorgverleners om zich heen en het gaat goed met haar. En ik heb ook altijd het gevoel gehad dat wij dit wel konden. Elsa is niet voor niks bij ons geboren. En ja, Elsa laat ons gewoon zien van nou, blijf dicht bij jezelf en geniet van kleine dingen. Hey Elsa! Hi! Sweet pea, toet. Apple of my eye. Don't know where in a down door. Dit boeit toch ook helemaal niemand wat? Jij hebt ook zoveel geluk, hè, Elsa. Je hoeft niet eens naar school. Laat staan dat je een toetsweek had. Sweet pea, what's all this about? Ja, wat voel je nu als je kijkt? Ja, leuk. Leuk en ja. Trots natuurlijk. Jazeker, ja, ik ben zeker trots op de dames. Ja. Waarom heb je de voorstelling gemaakt? Ik weet uit de reacties dat mensen inderdaad zoiets hebben. Het is toch anders dan we dachten. En dat mensen ook inderdaad nu denken van, hé, ik kijk daar anders naar. Het is wel een soort omdenken, dat is wel zo, ja. Is het gek als ik zeg dat die voorstelling ook heel erg voor jou is? En misschien ook wel voor de andere kinderen? Ja, misschien wel. Ik heb daar zelf niet zo over nagedacht. Maar doe dat nu eens. Ja, misschien is dat wel zo. Goed. Zo. Dag. Dankjewel. Ik vind het zo fijn, toch? Ja, hoor. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Midden in de Achterhoek staat er de Tukker. Volk. Hallo. Maar, ik ben Harm. Ja, oh, het is heel bijzonder. En wie bent u? Ik ben Willemie Jansen. Hey, je moet toch niet weten. Er is een Tukker bij. Hallo Tukker. Waarom, ja, dat weet ik niet waarom het de Tukker heet. Nee? Nee, dat weet ik niet. Willemien weet het wel. Nee, ik weet het ook niet. Onder Wenterswiek heb alle huizen in het buitengebied een huisnaam. Hè? Dan heeft hij toch gewoon afgelopen 3000 jaar een keer een Tukker gewoond. Dat kan niet anders. Ja. Ja, zeker. Wat heb je daar dan? Axeshetten, chicaherten. Waarom hebben boeren altijd, die hebben al heel veel dieren gehad en dan ben je eigenlijk met pensioen en dan neem je weer dieren? Ik vind het zo kaal als je niks hebt. Hè. En je hebt dan een grond hier om thuis aan liggen. En als je dan geen dieren hoort, ja, wat moet je dan met de grond doen? Waar gaan we heen? Het volgende hoogtepunt. Je hebt echt een paradijs hier. Oh, wat is dit? Hallo. Wat dit zijn mooie schapen, zeg. Oh, dat wordt heel bijzonder. Wat is het dan? Dat is een Kameroenschaap. Kameroen. Uit Kameroen? Ja.
Man, wat is dit voor wereldboerderij hier? Ja. Oh, kijk. Alpaca's? Ja. Heb ik het goed? Ja. Oh, laten we even kijken. Doe maar, schatjes. Kom maar. Kom maar, lekker broodje. Kom maar. Jeetje, wat een eigenwijze kringen. Wat is daar nou leuk aan, Jan, aan alpaca's? Ja. Is, ja. Gewone dieren hoor ik niet meer van. En ik ben ook iets bijzonders, dus... ja. Ja, ik vind dat wel aparte dieren, hè. Zijn ze lief? Die ben makkel als die dat spul en dat hertenspul. Dan kan je nog een beetje aaien zo. Ja. Leuk. Ja. En aaien jullie elkaar ook nog wel een beetje? Oh. Nou, dat wordt minder. Ja? Moet je toch aan werken, hè? Dat komt van de leeftijd, hè? Zal dat met de leeftijd te maken hebben? Ik weet het niet. Of je aait te veel de alpaca's. Dus concentreer je ook een beetje op Willemien, zou ik zeggen. Ah. Dat was redelijk goed. Nee. Dankjewel. Hey, we gaan er van deur. Such a love child, and every man in this place would love to be in her space. As the night settles down, she'll meet a lot of clever clowns. Op de achterbank in de auto van zijn ouders lag Marcel van der Kolk altijd te staren naar voorbij flitsende lantaarnpalen. Hij raakte gefascineerd door de verschillende lampen. Hij kon de weg altijd terugvinden aan de hand van de lantaarnpalen. Nu is hij 31 jaar oud en noemt zichzelf lantaarnpaalgek. In zijn ruimte van nog geen 18 vierkante meter verzamelt hij lampenkappen van lantaarnpalen. Het staat er zo vol dat voor een nieuw exemplaar plaatsgemaakt moet worden. Vroeger was ik gek van alles wat met verkeer te maken had. Dus verkeersborden, verkeerstechniek, verkeerslichten. En ik ben gaan verzamelen door puur uit nieuwsgierigheid, wat voor lamp er nou in zat. Zo is het eigenlijk gegaan. Eerst armatuur gekregen. Nou, dan heb je, ontdek je verschillende modellen. En dan ga je nog meer gaan verzamelen. Ik heb op dit moment ongeveer 180 armaturen. Ik hou van functionele verlichting en dit valt eronder. Dit is een armatuur uit de jaren 40-50. Gewoon de simpelheid, de eenvoud. Het is gewoon een ijzeren bak met emaille eromheen. Zoals je kunt zien zit er ook helemaal geen kap of zoiets op. Het is gewoon open. Dat vind ik eigenlijk het mooie eraan. Marcel ziet de lampen als pure kunst. Het was een droom die uitkwam toen hij van de gemeente een object mocht maken in een tijdelijk park. Dit is mijn kunstwerk, een lantaarnpaalboom met 9 armaturen. Ja, trots. Het enige minpunt is, hij moet waarschijnlijk weer weg. Want dan komt hij in woningbouw. Nou, waarschijnlijk gaat hij gewoon de oud-huizenbak dan in. Helaas. Misschien dat hij nog ergens herplaatst kan worden, midden op een rotonde of zo. Dat zal een mooie plek zijn voor zo'n mast. Anders vrees ik het ergste. Hij gaat het hele land door om nog levende palen te fotograferen. Altijd op jacht naar bijzondere exemplaren die op het punt staan om vervangen te worden. Ik reed toevallig een keertje langs. Toen ik op een gegeven moment te horen kreeg van mijn collega's om mijn werk dat ze hem gingen vervangen. En nu hoop ik dat hij binnenkort ook in mijn verzameling komt. Mijn collega's op mijn werk houden een beetje het oogje naar zij die rouw voor mij. Dus de hoop is goed aanwezig dat ik hem krijg straks. Helemaal uit elkaar halen, mooi schoonmaken, oppoetsen, restaureren eventueel. Nieuwe lampen erin zetten en dan gaat hij mijn ruimte in. Steek daar van blauw gevaart uit. Het is een bus. Mon visage, ton éverse. Qui comme moi aime le moelleux.
Zo. Een lekker roesbak. Hallo? Hallo. Hoi, Harm. Hoi. Ik kwam langs getuft en ik zag je... Ja. Wat is het? Ja, een bus. Maar... Nou, dat is de bedoeling dat we daar nog weer mee op vakantie gaan. Alleen de remmen die komen even niet door de keuring. Dus, Oh, dat is de enige? Ja, nou, we wilden hem nog wel optisch opknappen. Van binnen is hij verder nog goed. Oh, kan je hem even laten zien van binnen? Wat is het voor een bus? Kan je dat even de technische details vertellen? Het is een underfloor busing console. 11 meter lang. Ja? Ja. Maar ik vind 11 meter nogal een flinke camper. Ja, dat is het ook. Dat is echt riant. Ja. Zie, nou, ik weet niks van auto's, maar dan zie je dit allemaal. Dat is allemaal lastig. Dat komt wel goed. Dat is helemaal niet erg. Nee. De motor is goed. Ja. Koppeling, alles is goed. Het is een enorme villa op wielen. Wow. Hoe lang geleden ben je nog weg geweest met het ding? Nou, het is al een paar jaar geleden hoor. Hij staat nu denk ik 5 stil. Ah, en dan gaat het verval natuurlijk omhoog. Dat gaat heel snel, ja. 11 meter lang zei je. Dan kom je, dan ga je op vakantie naar? Frankrijk meestal. Frankrijk, in de Ardèche. Ja. En dan moet je door de Gorge de Ardèche met zo'n ding. Ja, nee, dat gaat prima. Ja? Campingen hebben we eigenlijk ook nog nooit problemen mee gehad. Kijk, en daar zit je en dan. En daar zit ik me dan, ja. Die stoel is op zich ook al goed, hè? Ja, dat is helemaal goed. Maar dan moet de binnenkant weer een beetje opgevrolijkt. Ja. En de buitenkant strak lukt ook nog? Ja. Echt, ga je helemaal doen. Oh, fijn. Dan heb je weer een schitterende bus. Als je klaar is, zal ik je bellen. Ja, ik hou je eraan. Is goed. Mooie reis. Ja, dank je wel. Dank je wel. Om even te zeggen, hallo heren. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik viel binnen, maar waar val ik in? Buitenlanders. We zijn inderdaad acteurs in een serie Buitenlanders. Nou, voor oorsprong zijn wij van allochtoonse afkomst. Wij komen uit Noord-Irak. Ja. Libanon. Libanon. We zijn opgegroeid in het Achterhoek. Toen kwam er een idee van, we gaan iets doen met buitenlands uitziende hoofden. En ongelooflijk regiolect, om het chic te zeggen. Ja. En wie heeft dat bedacht? Ja, wij twee eigenlijk. We waren gewoon op een dag aan het wandelen met 3 vrienden. En we verveelden ons helemaal dood. En ja, voor lol spreken we gewoon met elkaar een beetje achterhoeks. Klopt natuurlijk allemaal nergens na. Op een gegeven moment dachten we, weet je wat, we pakken een camera erbij en we gaan het gewoon filmen. Ze zetten het filmpje op Facebook. En dat werd direct van allerlei kanten opgepikt. Ben ik zo aan straat lopen en dan ben ik zo een groep mensen. Ik ben gewoon eens aan te kijken. Ja. En dan denk ze van, heb je nog nooit buurtlanden gezien of zo? Ben je dezelfde groep mensen als hier of niet? Ja, dat ben die groep. Dit Kijk. Is gewoon voor de grap gemaakt, natuurlijk. Je bent echt een trotse boer en de hand in je lucht mooi steken. Wie bent een trotse boer? Nou, die jongens hadden een filmpje gepost op Facebook. En ik moet wel zeggen, ik ben jongerenwerker. Dus ik werk veel met jongeren. En ook met deze jongeren. Zij waren al binnen geweest voor een ander project. En wat zag je op Facebook van ze? Ik zag het filmpje dat zij een poging deden om Achterhoeks te praten. En ik zag daarin meteen ook wel kansen. En toen zijn we met elkaar in gesprek gegaan van, jongens, ik heb een idee. Hoe vinden jullie het om dit wat serieuzer aan te pakken? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tommeno, ik kan het echt niet. Vrek maar met een klote werkstuk van nou. En doe dat ding ook maar weg. Oké. En zie jongens, die kunnen naar beide plat praten naar menig achterhoek. Mooi, hoe is het me doen dan? Me. Dan hebben ze ook niet alle 24 in de kade. Goeiedag Rabbering, alles in orde? Ja, met mij is het hartstikke goed. Voel me lekker en met jou? Oh, kill. Ik ben me toch mijn rakers goed te pas de laatste tijd. Mooi om me weer eens aan draad te hebben.
Ik heb ooit tegen Tali gezegd, voordat we de eerste serie eigenlijk online gooien. En ik zei tegen Tali, ik ben benieuwd hoe vaak het gedeeld wordt. Ja. Maar wij hadden niet voorspeld dat het zo goed zou gaan. Nee, maar hoe goed ging het dan? 30.000, 40.000, zoiets. Ja, 30.000 ongeveer. Ja, eigenlijk valt het best wel mee. Nee. Maar ik vind vloggers, het wel goed voor de eerste video. Ja. Kijk, niemand kende ons en, en niemand wist van ons bestaan dat wij eraan kwamen of iets. Er was geen reclame gemaakt, geen spotje, geen niks. Vandaag wordt de laatste aflevering opgenomen met mij in een gastrol. Dit is het script. Ja. Jij komt helemaal als laatste gast eigenlijk binnen. Dat vind ik jammer. Ja, maar dat is wel het mooiste ervan. Oké, dat vind ik goed. Les ons, dat zeg ik. Ja, waarom vraag ik dat? Omdat ik jullie interessant vind. Nee, je komt binnen toch? En dan ga je zo hier makkelijk zitten. Is het? Dan ga je hier zitten. Ik vind echt een rete goed script. Ja, we gaan het doen. Let's fund it. Ben je overvallen door je eigen succes een beetje? De eerste week was wel heftig, ja. Ik kreeg wel veel telefoontjes voor televisieoptreden en radiooptreden. Ja, het grappige is, voordat ik naar Spanje was geweest, toen was er een grondmanager van Schiphol die mij herkende. Want ze zei, je bent toch van buitenlanders? En ze vonden het heel grappig. Oké, die stoel even weg. Ja. Weet je waar je moet oppakken? Actie! Het is werkelijk wel ongelooflijk. Lijkt er wel een... Denk je wel een buurthuis? Ja, oké. Okay. Ik laat gewoon lopen en actie. Het is werkelijk wel ongelooflijk. Lijkt hier wel een buurthuis? Kom erin. Mag ik even binnenkomen? Zijn jullie de buurtlanders? Ja, nog steeds. En wie ben u dan? Ik ben Harm van Omroep Gelderland. En ik ben eigenlijk even langsgekomen, daarom klop ik ook aan en kwam ik ook binnen, om te vragen of jullie mee zouden willen doen in mijn programma Gelderse Koppen. En dat is gewoon geweldig om mee te doen. En we kunnen tegelijkertijd iets betekenen voor de maatschappij. En wat dan precies? Nou, eigenlijk een positief tegengeluid. Ja. Tegen al de negativiteit wat er nu eigenlijk wat er is. Tegen al dat hokjesgedacht. Het is grappig voor iedereen. En zo proberen we het eigenlijk ook een beetje naar buiten te brengen. Kijk, humor is toch altijd iets wat je deelt. Kijk, Eef en ik delen niet in geloof. Hij is moslim, ik ben niks. Maar humor, dat delen wij. En ik denk dat dat een hele bindende factor kan zijn. De serie is nu afgelopen. En Tali heeft het plan opgevat om een speelfilm te maken van buitenlanders. Want ze zijn overtuigd van het succes en het positieve effect. Heel veel mensen kwamen ook gewoon van onze omgeving naar ons toe. En van, dit is echt wat we nodig hadden. Hè? Ga vooral zo door, heel leuk. Leuk dat we laten zien dat het ook gewoon wel kan, dat integreren, et cetera. Want als we gaan kijken naar het Achterhoek in het algemeen, zie je ook gewoon heel veel mensen met een, zoals ze dat zeggen, een migratieachtergrond. En autochtonen, of hoe ze dat ook noemen nu. Met elkaar. Dus je ziet ook gewoon in een restaurant, zie je gewoon iedereen met elkaar een biertje drinken of eten of noem maar op. Dus het kan gewoon. Ik denk dat de Achterhoek wel een van de regio's is waar wij tenminste laten zien van dat allochtonen en autochtonen gewoon met elkaar kunnen gaan. Ja. En daar kunnen soms de Westen wel eens een voorbeeld van nemen. De schaal is kleiner. Ja. Doordat de schaal veel kleiner is, heb je hier geen zwarte en blanke scholen. Je hebt hier geen scholen die heel specifiek een moslimjongeren aantrekken. Je hebt hier een school en daar ga je naartoe. Je moet wel. Je moet wel. Ja. Dus je zit bij een Turk, een Marokkaan, een Egyptenaar en een halve Duitser in de klas. En dat zijn jouw vriendjes. En daar ga je mee spelen. En daar groei je mee op. En die horen er gewoon bij. En als je elkaar kent, Dan weet je meer van elkaar, ben je niet meer zo bang voor elkaar. Nee. Het is niet zo van, omdat jij een Turk bent, mag ik jou niet, of dan kan ik niet met jou gaan praten. Dat is hier totaal niet van... Dus die groepsvorming is toch? Ja, in het Westen heb je dat best wel veel. Ik vind het wel mooi dat vanuit de plek waar het eigenlijk stiekem noodgedwongen ook een beetje wel goed gaat, jullie zoiets doen waar de rest van Nederland er misschien wel heel veel baat bij heeft. Ja. Laten we het hopen. Ja, laten we het hopen. Laat ik ook nog een keer een integratiepoging doen. Laten we het hopen. Zoiets?